Wie het hoogst bouwt, wint 100 euro. Naar Bout schreef. Ja. Wel iets te eten wat je lust. Zorg even dat de beste kamers houdt. Als hij net op 30 seconden omvalt, telt hij dan. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, joh? Heel goed. Jammer, hè? 3, 2, 1. Ja, daar zijn we weer. Welkom. Mijn YouTube-mama, superleuk dat je kijkt naar deze video. Zorg ervoor dat je wordt geabonneerd ook op dit kanaal. En doe even een duimpje omhoog. Wat we vandaag gaan doen is echt super vet. Maar hij vindt van niet. Niet? Nee. Geinig, hè? Hoe heet die ook alweer? Hedwig. Hedwig. Zorg even dat de beste kamer gaat. 100 euro heeft Hedwig in de mond. We spelen namelijk de volgende challenge. Wie het hoogst bouwt, wint 100 euro. We spelen 5 ronden. Elke ronde duurt 30 seconden. En wie de meeste ronden wint, die wint 100 euro. Mag je vrij besteden. Mag je gewoon voor jezelf. Dus je hoeft niks van mij te kopen. Ik koop ook niks voor jou als ik win. Maar 100 euro voor jou. Ben je er klaar voor? Ja, echt wel. Ja, dus wie het hoogst bouwt, ja, wint. Je praat niet tegen... Oh, oké. Okay. Nou, zijn jullie er ook klaar voor? Je kan ook gewoon thuis meedoen. Want ik heb ervoor gezorgd dat we allerlei voorwerpen hebben. Die heb je thuis gewoon om en nabij in de buurt. Leg ik dat goed uit? Mooi. Was wel. Mooi. Nou, ronde 1. Kom op. Ja, let's go. Dobbelstenen. Ja, dobbelstenen. Hoor, bij 100 keer 6. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Twee, ik heb geen idee. 21. Maar dit is dus de bedoeling. We hebben zo meteen 30 seconden de tijd. Oh, 21. Luister nou even, ja, ik wil het even van je uitleggen. Weet je hoe leuk? Want als je alle vakken optelt, is het ook 21. Ja, oh, echt heel tof. Ja. Ja. Ja, er zit ook wat kleintjes. Nadenken. Ja, ik vind het heel lastig. het is dus een, er zitten ook een paar kleintjes bij. Dat maakt het echt zo lastig. Wie heeft de hoogste toren? Wie kan er de meeste dobbelstenen opstapelen? Ja. Wie het hoogst bouwt, wint deze ronde. Deze ronde duurt 30 seconden, maar ik heb dus de timer op 35. Ja, en als hij omvalt? Nou, dan begin je maar opnieuw. Dat is... Nee, als hij net op 30 seconden omvalt, telt hij dan nog? Nou, met 30 seconden is 30 seconden. Als het ding gaat en je toren staat, dan telt dat. Ja? Ja? Ben je er klaar voor? Oké, ik zet hem even op start. Wacht, hij telt af. 4, 3, 2, 1, go! Ik had al een beginnetje. Oh, dat is vals. Nee, ja, dat was, heb ik alweer weggegaan. Ik zit al op 2. 4. Oh, hij is wankel. Deze tafel is ook een beetje wankel. We hebben een houten tafel. En nee! Die is niet, helemaal recht. Jij kan de tijd zien, zeker? Oh, ja, we hebben nog 5 seconden. Wat had ik niet moeten zeggen? Oh! Oh, dik vet gewonnen! Oh ja? Dik vet gewonnen! Niet gelijk, je bent niet goed. Wat tel ze even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Met je gelijk. Oh, ja. Yes. Oké, okay, ronde 1. Ik ruik hem al. Kijk, ik denk ook dat hij naar mij wijst, die uil. Maar... Zie je? Oh, niet. Nee hoor. Wacht maar. Wacht maar. Deze ronde is voor jou. Ronde 2 is voor mij. We gaan door. Ja, komt-ie. Ja, zie je? Kom nou even met die mislukte kanarie. Weet je wat dat ding kostte? Ik heb geen idee. Kan je die ook kopen voor 100 euro? Net dan. Echt? Ja. Dat is van Fayenne, hè? Dat is het weg van Harry Potter. Heel leuk. Ja. Nou, door naar ronde 2. Ronde 2. Noga. Ga je dat nou zo op de grond? Ja, joh. Daar heb ik straks wel. Maar ik heb 1 open pak en 1 dicht pak. Ja. Noga. Als het je lukt om het hele eerste pak te stapelen, kan je die tweede openmaken. Anders even dicht laten. Dat is zonde. Ja. Oh ja. Weet je hoe lekker? Ik eet het liever op. Ja, dat snap ik. Ik vind het vies. Ik hou er niet van. Daarom kunnen we dit ook doen, want anders spreek je alles op. Dus we hebben iets gekozen wat jij niet lekker vindt. Ja. Papa tegen mama. We doen deze video en onze challenge gaat beginnen over 5 seconden. 4, 3, wie bouwt het hoogst? 2, 1, go. Jij pakt al, oh, ze zit vastgeplakt. Je pakt al een rijtje, ik zie het. Ik ga niet meer zeggen hoe lang het nog is. Oh, hij bouwt scheef. Ik heb een tactiek, jongen. Deze ronde is voor mij. Ik zweer het je. Ik ga deze ronde echt vet winnen. Ja, ik denk het ook niet. Ja, jawel.
Come on now! Come on! Oh! Oh! Ja, ja, ja! Oh, oh, hey. Dik vet geworden! Oh, oh ja, hoeveel heb jij er dan? Nou, ik had er, voordat twee, hij viel. 2, 4, 6, 8, 10. Ik heb er 12! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ik weet niet. Oh, nou, ik vind er niks meer aan. Ja. Mag gewoon een stukje. Goed. We hebben twee ronden gedaan. Ik had eigenlijk verwacht dat het wel iets spannender zou zijn. Maar dat is het niet. Het staat 2-0. Als ik de volgende ronde win, hoeven we die laatste twee niet eens meer te doen. Dan kan ik gewoon die 100 euro shoppen. Kan je dat filmen? Ja. We gaan door naar ronde 3. Bekers! Oh! Bekers! Maar niet wat? Zo natuurlijk, want zo staan ze al. Oh. Zo en dan om en om. Dus zo. Oh, dat is niet eerlijk, maar net oh, dat is kreukel. Vet moeilijk. Zo. En dan zo. Ja, ik snap het. En dan zo. Ja. Zet de tijd maar aan. Ja, nee. Doe even zo. Terug op dat stapeltje. Oh, ik ben er vet goed in. Ja. Kijk. Kan ik nog hoger? Heel goed. Jammer, hè? Oh ja, kijk echt. Hoe hoog ik kan. Ja, je bent nu aan het oefenen. Dat vind ik niet eerlijk. Ja. Oké. Okay. Nou. Even wachten. Come on, Jutje papa. Je kan het. Oh, we zitten maar heel strak. Ik zit zo. Ja, de tijd gaat lopen. Oh, 5. 4, 3, 2, 1. Echt, ik vind dat best lastig. De tafel is ook gewoon niet recht. Nee, daarom. Oh man, kom op. Ik zit al op 17. En jij? Nee. 5 seconden. Nee, 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 nee. Oh, man! Ja, oh, oh! Ik heb er 1, 2, ja, ik zet even het ding uit. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel had jij net? Nee, maar die is ver. Ik sta nog steeds voor. 2-1. 2-1. We gaan snel door naar ronde. 3, toch? 4, eigenlijk. Echt? Hebben we er al eens? Ja. Eikel, doe eens normaal. We hebben toch. Wat hebben we gedaan? Eerst 1, 2, 3. Net iets oh. Met eten en oh, toen ja. De eerste het staat ronde. 2-1. Ja, 2-1. Ja, dus we gaan door naar ronde. Nog steeds 4. 4. Ja, ik kon de films niet tellen. Let's go! Ronde 5. 4. 4. Jeetje, wat een. Ja. Wel iets te eten wat je lust. Wat dan? Pepermuntjes! Oh, pepermuntjes! Oh, dat is makkelijk. Stapelen. Ja, gewoon normaal, toch? Zo. Of moet je ze. Nou, hoe leuk is het als je ze zo doet? Of kan ja, dat dit niet? Dit is echt op zo. Tijd gewoon. Of zo? Oh nee, nee dat ja, kan doe niet. Jij het maar zo. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Mag je ze ook alvast eruit ja. Halen? Nee, je moet ze uit het ding pakken. Ja? Zet jij je glasjes even in beeld? Ja? Want ja, precies. Dankjewel. Dat de kijkers ook goed kunnen zien dat je niet vals speelt. Hou er in de gaten. Het staat 2-1 voor jou en de tijd gaat over 5, 4, 3, 2, 1, go! Mijn jatten passen er niet in. Oh jongen, 30 seconden en dan wie het hoogst bouwt. Dat is erg wel lastig. Oh, dat is echt moeilijk hoor. Ik zit hier gewoon niet op een goed stukje. Nee, ik ook niet. Hier. 30 seconden is wel weinig, hè? Ja, 2. 1. Auw! Oh, man! Je bent gewonnen! Yes! Sjoe, jongen. Nou, ik weet het goed gemaakt. Want officieel heb jij dan nu dit challenge gewonnen. Ja, dus die laatste moet. Ja. Maar oh, ik weet wat. Ja, dat heb ik ook al. Had ik ook ja. Bedacht. Dubbel euro of niet, erbij. Toch? Is ja. Dat? Hoe werkt dat? Nou, als ik de volgende ronde win... Dan krijg je 200. 200. Als ik het win... Krijg dan... je maar 100. Nee, dan is het gelijk spel, toch? Of niet? Nee, alles of niets. Dan krijg je gewoon de normale prijs. Dus als ik de volgende ronde win, kan ik ook nog steeds die 100 euro winnen? Ja. Oh, dat vind ik wel vet. En als ik win, win ik 200. Alles ja. Of niks is het. Dus okay. Volgens mij win jij dan ook 200. Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ik vind het niet eerlijk. Nee. Want ik heb eigenlijk al gewonnen. Oh. Dus ik vind als jij wint is het 100 en als ik win is het 200. Nou, of het eerlijk is of niet, weet ik niet. Ga je portemonnee maar vast pakken. Want de volgende ronde is met... Sokken! Sokken.
Ja, het is nou net of jij dit hebt verzonnen. Nee, maar dit heb ik verzonnen. Echt, ik vind het echt een hele slechte ronde. Nee, maar blijkbaar kan je anders niet winnen. Dus nee, sokken. Iets dat heel moeilijk is. Iets dat heel moeilijk is om te stapelen. Ja, ja. Dat zijn sokken. En nou hebben we allebei een groot paar. Laat ze even zien. Jij bent aan het oefenen. Ja, dat maar telt dat is niet. Toch vet makkelijk. Nee, dat telt niet. Oké, luister. We hebben allebei een groot paar, ja? We hebben allebei medium. We hebben allebei twee kleine witjes. Ja. En twee keer jump. Jump sokken. Ken je dat, die jump sokken? Die moet je eigenlijk anders vouwen. Dan blijven ze. Dan hebben ze meer grip. Ja. Oh ja. Jump sokken. Hoe vouw je dat anders dan? Ik weet niet hoe dat moet. Nee, dat geeft ook niet. Jij niet. Ik vind het wel een challenge. Hoe vouw je nou weer sokken? Ja, zo. Ben je er klaar voor? Oké dan. De allesbeslissende ronde. Waarbij jij 200 kan winnen en ik 100. Oeh, maar ja, wie bouwt het hoogst? Go! Ja, wat is tactisch. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, joh? Ja, bij jou gaat het vallen. Maar bij mij niet. Kom op, maar... Martijn, je kan dit. Het is een toren van 100 euro. Een toren van 100 euro. Je kan het, je kan het. 3, 2, 1. Oh, hij staat! Hij staat! Ja, toch. Kijk even wie hoger is. Ja, daar gaat het toch niet om? Ik heb ze nee, wie het hoogste? Nee. 5. Maar hoe heet de challenge? Wie het hoogst bouwt, toch? Stop dat ding. Wie het hoogst bouwt? Kijk even, naast elkaar. Naast elkaar. Wie bouwt het hoogst? Je kan het wel helemaal plat duwen, dan is het makkelijker. Maar dan ben je niet het hoogst. Nou. Ja. En daar valt ook nog eens om. Voor deze vorm? Voor mij niet. Ik weet goed gemaakt. Oké? Ja, we doen een andere. Nee. Oh. We gaan gewoon aan de kijkers vragen. Wie heeft er gewonnen? Nou, echt YouTube papa of YouTube mama? Nou, ik ben gewoon benieuwd wat jullie vinden. Want ik had ook... De challenge heet wie het hoogste toren bouwt. Ik had 6 paar sokken en jij 5. Ja, maar als ik 6 paar pepermuntjes heb die zo klein zijn... Of 6 paar die heel groot zijn, dan wint toch degene met 6 paar die heel groot zijn. Nou, neem jij die stinkkanarie maar met die 100 euro. Nee, 200! Ja, ik ga het zo voor je pakken. Ik wil er nog één. Nou, ik kan heus wel tegen mijn verlies hoor. Maar ik vind het gewoon zonde van mijn geld. Ik vond wel hij staat nog steeds, hè? Kijk hoe stevig. Ja, nu blaad je hem om. Ik vond het wel heel leuk. En nog steeds staat de onderkant. Vond je het ook niet leuk? Goede basis. Ik vond het wel een leuke challenge. Ja. Misschien hebben jullie nog leuke ideeën voor de volgende video ook. Toch? Dat is toch geinig dat ik dat soort challenges doe, papa tegen mama. Ik vind het wel een beetje sneu, want dan moeten ze wel iets. Met iets komen wat jij ook een keer kan winnen. Want dit is echt te makkelijk. Ik had dit ook, ja. Met die bekertjes had ik je ook een beetje later in. En dit is dus de reden waarom YouTube allemaal niet zo vaak weet op die video's. Want het is veel te goed. Nee hoor. Ik vond het wel heel leuk dat je er even bij was. Ja, tuurlijk. De winnaar krijgt natuurlijk een dikke zoen. Nou. Doe een duimpje omhoog. Word abonnee van dit kanaal. Laat wat leuks achter in de comments. Ik mis nog wat. Ja, ik ga het zo voor je pakken, zeg. Superleuk dat je keek. En wat we volgende week gaan doen is echt super vet, toch? Vast wel. Ja. Dag. Doei. Zeg je ook nog even gedag? Nou, die pot. Zeg maar dag. Nee, zeg geen gedag. Doei. Doei. Thanks voor het kijken. En word even abonnee, hè.